Gaat uw gang. Ja, dank u wel. Ik hoop dat de voorzitter mij toestaat om een toch een kleine inleiding te doen om het debat wat ik wil houden goed te duiden. Ik wil u vragen om echt kort, want ja, het valt mij de laatste tijd op dat een regeling van werkzaamheden soms ontaart in een debat. Dus heel kort en geen discussie oproepend. Dus als u mij dat kan toevertrouwen, dat ik het op die manier bewaak, dan kunt u van start gaan. Dat beloof ik, maar ik wil het wel even goed duiden, zodat de leden weten welk debat ik wil. Gaat uw gang. Uitsluiting, demonisering, tweedeling. Steeds schuiven we tijdens de coronaperiode een klein beetje de grens op. Tot hoever zijn we eigenlijk bereid te gaan? Wanneer schuiven we die grens op en wanneer schuiven we die grens niet op? Of zijn we helemaal niet bereid om een grens op te schuiven? Accepteren we tweedeling in de maatschappij en vinden we dat de overheid die tweedeling mag faciliteren? Dank u wel. En daar, wilt u een debat over? Ja, maar nu, daar wil ik een debat over, maar ik wil het niet specifiek op corona. Wat ik wil een debat, omdat we het eigenlijk hier in de Kamer helemaal niet hebben van, willen we dit eigenlijk allemaal wel, zo'n maatschappij waarin mensen op basis van nu corona, maar dat kan straks ook iets anders zijn. Ik wil een fundamenteel debat over hoe ver zijn wij als Tweede Kamer bereid te gaan om grondrechten van mensen aan te tasten, of in ieder geval willen aantasten. Dat is helder. Het is helder. U wilt een apart debat over dit onderwerp. Mevrouw Agema van de PVV. Sorry. Ik kan duidelijk zijn dat ik zo'n samenleving absoluut niet wil, voorzitter. En ik sluit me ook aan bij de hartekreet van mevrouw Van der Plas. En we willen het daarom volgende week over hebben in het grote coronadebat. Dus geen steun voor een apart debat. De heer Bisschop van de SGP. Voorzitter, uit de omschrijving had ik opgemaakt dat het inderdaad om corona ging, corona gerelateerd. En dan kan dat betrokken worden bij een coronadebat of VWS-begroting. Dus geen steun voor het debat. De duiding die collega Van der Plas nu geeft, zou ik zeggen, dat past naadloos bij dat debat over de rechtsstaat, waar we met z'n allen hunkerend naar uitkijken. Ja. Dank u wel, mevrouw Kuiken van de PvdA. Ja, dat laatste, dat klopt. Volgende week gewoon betrekken bij het coronadebat kunnen we het ook hebben over hoe we de zorg en uitgestelde operaties ingepland krijgen. Dank u wel, mevrouw Den Haan van de fractie Den Haan. Geen steun voor dit verzoek. Mevrouw Pauw Verwij van Ja 21 en dan de heer Van Houwelingen voor Democratie. Ik ben het eens met mevrouw Van der Plas dat dit een hele fundamentele kwestie is, die ook breder leeft, zo blijf ik ook uit de brief van Mona Keizer, denk ik. Dus steun voor dit verzoek. Dank u wel. De heer Van Houwelingen van Forum voor Democratie. Volmondig steun van Forum voor Democratie. En dit is zeer belangrijk en ook zeer zorgwekkend. Dank u wel, de heer Asserkamp van Denk. Ja, voorzitter, belangrijke ontwikkeling. En het houdt de samenleving echt bezig. Terecht dat we daar aparte aandacht aan besteden, steun. Dank u wel, de heer Paternotte, D66. Voorzitter, er is inderdaad volgende week een coronadebat, maar er komt ook nog een apart debat over coronabeleid op de lange termijn. En volgens mij is dat waar mevrouw Van der Plas het over heeft, over die lange termijn. Ik zou het goed vinden als zij daar kan deelnemen aan dat debat en daar ook dit bij kan betrekken. Dank u wel, mevrouw Kuik. Ja, voorzitter, dit kan prima bij het coronadebat volgende week. Geen steun. Mevrouw Simons, van bijeen. Ja, voorzitter, ik raak een beetje verward, want ik hoor nu dat er nog een coronadebat komt over de lange termijn. Daar zou dan ook het KPMG-rapport heel goed in kunnen worden besproken. Maar ik moet zeggen dat ik zeer sympathiek sta tegenover fundamentele inhoudelijke debatten die hier in de Kamer veel te weinig gevoerd worden. Dus steunt het debat. Nou ja, ik ben dus een beetje verward. Er staan dus twee coronadebatten gepland, als ik het goed begrijp? Nee, er is een debat wat volgende week gepland gaat worden over de ontwikkelingen corona. En dat is een plenair debat. Wetgeving, commissie. En er is ook nog een commissie. En mevrouw Van der Plas geeft heel duidelijk aan dat ze het over meer wil hebben dan alleen corona. Dus dat zal op dit moment voor mij de reden zijn dat te steunen. Ik hoop wel dat, mocht er geen steun komen, dat dit dan ook ter sprake kan komen tijdens dat eerstvolgende coronadebat. Ja. En daar gaat u natuurlijk ook zelf over. Mevrouw Bikker van de ChristenUnie. Ja, voorzitter, dank u wel. Belangrijk onderwerp wat mevrouw Van der Plas aanraakt. Wat mij betreft kan het besproken worden bij het komende coronadebat. Mocht mevrouw Van der Plas dat breder willen behandelen, dan kan ik me voorstellen dat ze bij de commissie VWS een voorstel doet om daar een debat te hebben over vaccinatie in brede zin, maar dan niet als plenair debat op dit moment. Ja, de heer Dassen van VOLT. Geen steun. Belangrijk onderwerp kan betrokken worden bij het coronadebat, ook namens de heer Van der Lee.
Dank u wel, mevrouw Becker van de VVD. Geen steun, voorzitter. Dank u wel, de heer Wassenberg van de Partij voor de Dieren. Voorzitter, ik wil dat verzoek wel steunen, maar ik heb een beetje gerekend. Ik denk dat we nou niet over de 76 heen komen. Dus ik zou dan wel een brief sowieso van de regering willen hebben die hierop reageert. En dan zou ik toch adviseren om dat bij het coronadebat te betrekken. Maar steun in elk geval van de Partij voor de Dieren. Maar ja, de meerderheid gaan we dan niet meer halen, denk ik. De heer Quint van de SP. Nee, dat zou zomaar kunnen, maar wel steun van ons. Het zijn mooie en belangrijke vragen om te stellen. We kunnen niet beloven dat we het er niet van tevoren ook al over zullen hebben tijdens een coronadebat. Ja, dank u wel. De heer Wassenberg had het goed voorspeld. Er is geen meerderheid voor uw verzoek, maar wel de kans om het onderwerp bij een aantal andere debatten te betrekken. Ja, nou dan zeker komt dit aan de orde bij het coronadebat. Maar het gaat veel breder, want ik vind dat we als Tweede Kamer... Dank u wel. Moeten gaan praten over, willen we in zo'n samenleving leven waar grenzen constant worden opgerekt richting de vrijheid van mensen? Dat is het debat wat ik wil voeren. En dat maar zeker goed, komt dit aangegeven. Aan de orde bij de coronadebat. Daar kan de minister op rekenen. Helemaal goed. Dan geef ik het woord aan de heer Van Houwelingen van Forum voor Democratie. Gaat u gang. Ja, dank u wel. Dus niet alleen in onze maatschappij, de heer, mevrouw Van der Plas, dat er net over liggen ongevaccineerden steeds meer onder vuur, maar ook in de media. Daar worden ongevaccineerden systematisch uitgesloten, gestigmatiseerd, zelfs gedehumaniseerd. En alleen al de afgelopen weken, ik houd het heel kort, op de NPO, ongevaccineerden die lekker dood worden gewenst. Dit is een citaat. Met de dood worden bedreigd in het programma Plekshot. Eergisteren onder het mond van satire, laten we ze lekker afknallen, de ongevaccineerden. En nu echt een walgelijk videootje waarin ze letterlijk worden doodgeschoten, ongevaccineerden. Dit gebeurt allemaal op de NPO. Dus u wilt een debat net, en daar wil ik met de minister van de onderwijs, dat ik daar dus een debat over hebben. Ja. Dank u wel. Mevrouw Becker van de VVD. Geen steun, voorzitter. Als de heer Van Houweling het hierover kan hebben, kan dat ook bij WGO Media. Maar geen steun voor een apart debat hierover. Dank u wel, mevrouw Kuik, PvdA. Geen steun. De heer Paternotte, D66. Voorzitter, dat videootje was niet een videootje van ongevaccineerden die worden afgeschoten, maar een filmpje uit een Koreaanse Netflix-serie die gebruikt was voor een grap waar ik persoonlijk niet om kon lachen, maar die volgens mij geen reden is voor een plenair debat in de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Ja, dus geen steun. Mevrouw Kuiken. Daar sluit ik me bij aan, voorzitter. Geen steun. De heer Quint, SP. Geen steun. Gelukkig gaat de minister niet over wat de NPO uitzendt en dat wil ik graag zo houden. De heer Bisschop, SGP. Voorzitter, terecht legt collega Van Houwelingen de vinger op een etterende plek. Maar ik denk niet dat het verstandig is om daar specifiek een debat over te voeren. Wat betrekkend bij media en die discussie. Dank u wel. Mevrouw Bikker, ChristenUnie. Voorzitter, geen steun. De heer Van der Lee van GroenLinks. Medes namens mevrouw Simons van Bijeen, de heer Dassen van Volt namens GroenLinks. Geen steun. Dank u wel. De heer Wassenberg. Meneer voorzitter, de minister gaat inderdaad niet over de NPO, gelukkig maar. Op het moment dat er doodsbedreigingen zijn, ik ken ze niet, maar als ze hier zijn, dan is het een zaak voor politie en justitie. Dat is ernstig, dus dan zou ik in elk geval aangifte doen. Maar een apart debat hierover hoeft van de Partij voor Dieren ook niet plaats te vinden. Dank u wel. Mevrouw Van der Plas van BBB. Ik steun het wel. En dan betrek ik mijn punten in dat debat ook heel graag de fundamentele discussie. Dank u wel. Mevrouw Agema van de PVV en dan mevrouw Pauverweij, 21. Ja, ongevaccineerden die in een filmpje worden opgespoord en doodgeschoten, dat is verschrikkelijk onsmakelijk. En dit kunnen we ook betrekken bij het debat volgende week. Dank u wel. Mevrouw Pauverweij, 21. Voorzitter, het zijn inderdaad onsmakelijke grappen, maar wij zijn wel voor vrijheid van meningsuiting. Ook als het aankomt om onsmakelijke grappen. Dus een los debat hierover krijgt van ons geen steun. Dank u wel. De heer Omtzigt. Sluit ik me kort eens half bij aan. Dank u wel. Er is geen steun voor uw verzoek. Ja. We zouden wel graag, als dat kan, over deze onderwerpen en de voorbeelden die ik net noemde, dan een brief van het kabinet. Hoe zij daar hierover denken? Ja, dank u wel. Ik ga dit doorgeleiden naar het kabinet. Gaat uw gang. Voorzitter, eveneens kort. Het kabinet denkt op dit moment na over nieuwe coronamaatregelen. Maar er zijn nu natuurlijk ook coronamaatregelen. En we zien steeds meer berichten dat in verschillende gemeenten heel verschillend wordt omgegaan met de handhaving daarvan. Daarom zou ik willen vragen om bij het volgende coronadebat, waarschijnlijk volgende week, ook de minister van Justitie en Veiligheid uit te nodigen. Dank u wel. Het verzoek doe ik overigens mede namens de fractie van de VVD, Partij van de Arbeid en GroenLinks. Kijk even of daar bezwaar tegen is. Er is geen bezwaar tegen. Het kabinet gaat natuurlijk over de eigen afvaardiging, maar we zullen dit wel doorgeleiden met de meerderheid vanuit de Kamer voor het verzoek.